Ja, mensen, lieve mensen, dear folks, God loves you very, very much, you know. It is hard to comprehend, it is moeilijk te vatten hoe diep God van ons houdt. It is hard to comprehend how deep God loves us. He made all the creation. God schiep de hele schepping om ons. Ja, en hij heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. En hij heeft dit alles gegeven. Hij heeft het gegeven aan de mensen die hem eren. Maar hij heeft het ook gegeven aan de mensen die hem nog niet eren. Dat zegt Jezus ook ergens. Van, hij is barmhartig jegens dankbare en ondankbare. Dat zegt Jezus ergens. God created the whole universe, etc. Everything that is there, he created for us. Because we are created in his image. And for the grateful, but also for the ungrateful, Jesus says, God is so merciful. He loves us so much that he gave it all for us. And you have the free choice to accept that, yes or no. He never forces you. The devil will force you to stay where the devil he wants you to be. Yeah? God dwingt niet. God houdt van jou. God dwingt niet. Als er dwang is, is er ook geen sprake van liefde. If there is force, there is no talking about love. Love will never force. Love will give you the free choice. And that's what God is doing to you. He gives you the free choice. God geeft je de vrije keus. Liefde dwingt namelijk niet. Liefde geeft altijd de vrije keus. En daarom is het ook in het christelijke geloof dat je een vrije keus hebt om te kiezen voor Jezus Christus. En hij zegt, joh, kom. Maar jij zult moeten komen. Jij zult de vrije keus moeten maken om te komen. Jesus never forces you. In Christianity you are free. Free to choose. Jesus says, come. But he lets you the free choice to come, yes or no. That's the step that you have to do. He opens the way, but you have to choose. Jezus geeft de mogelijkheid om te kiezen, om vrijelijk te komen. Maar jij zult de keuze moeten maken, ja of nee. God dwingt nooit, de duivel dwingt. If there is a religion in which you are forced to stay, that's not from God. It cannot be from God. Because God loves you. And love it offers you always a free choice. You're free to choose. In a religion where you are forced to accept it and to stay, that's not from God. It cannot be from God. It's from the devil. Every religion that forces you to accept that religion and to stay there, it's not from God. It's from the devil. The devil forces. God offers you the free way. Hey, I love you. I want you to be free to choose. Yeah? And that's what Christianity offers. Yeah? You're free to come. No one will force you in Christianity. You're free to come and free to stay. Ik zeg dat in het Engels. Een geloof wat jou dwingt om dat geloof te accepteren en echt te blijven. Dat je niet kan zeggen van, joh, ik ga eens even ergens anders kijken wat het is. Ja, dat is niet van God. Dat is van de duivel. Echt. De duivel dwingt. God zet vrij. Ja? God geeft je de vrijheid om te kiezen. Ieder geloof dat dwingt, is niet van God. Dat is echt regelrecht van de duivel. Echt. Dat kan niet anders. Ja? In christelijk geloof ben je vrij om te komen. Oké, er zijn in het verleden fouten daarin gemaakt. Dat ben ik met je eens, dat klopt. Maar zo is het oorspronkelijk niet bedoeld. Jezus, de stichter van het geloof, heeft het zo nooit bedoeld. Nou, als je naar geloof kijkt, kijk dan naar de stichter van het geloof. Wat is zijn boodschap? Niet naar wat mensen ermee doen. Dat kan heel. Soms kunnen daar fouten in gemaakt worden door mensen die zeggen dat geloof te volgen. Nou, oké, hier wou ik het even bij laten. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En this is where I leave it. I'll do that also in English. If a religion forces you to stay, it's not from God. Okay, also in Christianity, in the past, those mistakes were made. You have to and you shall. Well, okay, that's not the way of acting in that is not from God. Because that was not the original planning of the Christianity faith. You are free to stay. You are free to come, you are free to stay. Yeah, and that's the original plan. That's what Jesus, the founder of the Christian belief, has said.
Hey, you're free to stay. I like you to stay. But you are free to change. Okay, people make mistakes in following Jesus in that area. From hey, you shall and you have to. Well, that's not the original planning of the Christian belief. Okay, I'll leave it with this. And you're welcome to accept Jesus Christ as your Savior. He loves you very much. Okay. Bye-bye.